Laten we kijken naar opgave 13 van de paragraaf over machten en faculteiten. We gaan steeds getallen maken van 5 cijfers. En die cijfers die kiezen we uit 0 tot en met 9. We zullen steeds een aantal voorwaarden hebben waar we aan moeten voldoen. En per voorwaarde zullen we berekenen hoeveel van dat soort getallen we kunnen maken. Allereerst, bij vraag A mogen we ieder cijfer op elke positie gebruiken. En hebben we dus simpelweg 5 posities om een cijfer op te zetten. Voor de eerste positie kunnen we dus kiezen uit alle cijfers van 0 tot en met 9. Ik zet hier van die puntjes, zodat ik niet 10 lijntjes hoef te tekenen. Voor de tweede positie kunnen we weer uit alles kiezen. Zo ook voor de derde positie. En de vierde. En de vijfde. Per positie hebben we dus 10 opties. Wat betekent dat het totaal aantal mogelijke getallen dat we kunnen maken gelijk is aan 10 tot de vijfde is 100.000. Maar wat nu als dat eerste getal, als het eerste cijfer van ons getal, zoals bij vraag B, niet met een 0, geen 0 mag zijn? Nou, we kunnen dan dus niet meer uit de 0 kiezen, maar nog wel uit 1 tot en met 9. En dat betekent dat we voor de eerste plek 9 mogelijkheden hebben. Voor de andere plekken blijft alles mogelijk. En dat betekent dat we in het totaal bij vraag B 90.000 mogelijkheden hebben. Maar wat nu als al deze cijfers verschillend moeten zijn en we nog steeds niet met een 0 mogen beginnen? Want dat is wat bij B stond. Wat er dan gebeurt is dat we voor de eerste positie kunnen kiezen uit 1 tot en met 9. We hebben daar dus 9 mogelijkheden. Voor de tweede positie kunnen we in principe kiezen uit alle cijfers tussen 0 en 9. Maar we hebben er bij de eerste keuze hebben we er eentje gekozen. En die mogen we niet nog een keer kiezen. Dus we hebben de keuze uit 0 tot en met 9. Maar eentje mogen we niet meer gebruiken. Dat betekent dat we in het totaal 9 opties hebben. Voor de derde positie mogen we ook kiezen van 0 tot en met 9, maar hebben we er al 2 verbruikt. Dus daar hebben we 8 opties. Nou, en zo gaat het ook voor de laatste 2 plekken, dat we steeds een optie minder hebben. Dat betekent dat we in het totaal 9 keer 9 keer 8 keer 7 keer 6 mogelijkheden hebben. Dat is gelijk aan 27.216 mogelijke getallen dat we kunnen maken. Waar dit eigenlijk heel erg op lijkt, is dat we een aantal dingen steeds mogen kiezen, zoals bij een stok kaarten. Dit lijkt dus op 10 faculteiten wat we hier aan het doen zijn. We hebben voor de eerste plek zouden we 10 keuzes hebben, voor de tweede 9, voor de derde 8. Alleen dat breken we op een gegeven moment af. En op die eerste plek mogen we niet voor de 9 kiezen. Maar dit is dus wel dezelfde redenatie als die erachter zit voor een deel van de vraag, namelijk dit deel. Nou, wat als we boven de 43.000 moeten uitkomen en dat alle posities verschillend moeten zijn? Merk op dat alle getallen die beginnen met een 5, of een 6, of een 7, of een 8, of een 9... toegestaan zijn. Echter, als we beginnen met een 4, dan moet het volgende getal, volgende cijfer, groter zijn dan de 3, want anders komen we niet boven die 43.000 uit. Alles op de eerste plek kleiner dan 4, bijvoorbeeld 3, 2 of 1, gaat nooit boven die 43.000 uitkomen. Hetzelfde geldt als we beginnen met een 4, daarna een 3 kiezen. Als we voor het volgende getal een 2 zouden kiezen, dan kunnen we onmogelijk boven de 43.000 uitkomen. Laten we eerst naar die onderste tak kijken. Daar hebben we 5 verschillende mogelijkheden voor het eerste getal, voor het eerste cijfer. Voor de tweede plek kunnen we in principe uit alles kiezen, van 0 tot 9.
Maar mogen we wat we op de eerste plek gekozen hebben niet meer gebruiken. Dus we hebben 9 mogelijkheden. Vervolgens 8 keer 7 keer 6. Op een soortgelijke manier als bij de vorige vraag. We hebben steeds 1 optie minder dan bij de vorige. Maar in principe mogen we verder uit alles kiezen. Nu. De getallen die beginnen met een 4. Het volgende getal mag een 3 zijn. Mag het een 4 zijn? Nee, want ze moeten verschillende cijfers hebben. Alle opties van 6 tot en met 9 zijn hier wel toegestaan. Dat betekent dat we hier in het totaal op de eerste plek 5 mogelijkheden hebben. Ik denk maar trouwens dat ik hier een telfoutje gemaakt heb. Hier moet een 6 staan. Zo. Nou, hier hebben we dus 5 mogelijkheden op de eerste plek. Vervolgens hebben we wederom 8 mogelijkheden op de tweede plek. Eigenlijk mogen we het alle 10 kiezen, maar de getallen die we op de eerste plek gekozen hebben, mogen we niet meer kiezen. En zo gaat het ook hier verder. Het maakt voor de rest van de posities in principe niet uit wat we kiezen, omdat we al boven de 43.000 zitten. Maar we mogen niet dezelfde cijfers kiezen als die we eerder gebruikt hebben. Dus moet het een ander cijfer zijn. In het totaal hebben we dus dit plus dit als aantal mogelijkheden. Dat betekent dat we in het totaal 17.136 mogelijke getallen kunnen maken met 5 verschillende cijfers boven de 43.000. Wat bij deze vragen dus helpt is om de gevallen steeds te onderscheiden en je eventueel te laten ondersteunen door een wegendiagram of in dit geval door middel van een boomdiagram even een geval te onderscheiden. Veel succes!